Het nieuws op 1 Twente van maandag 13 augustus. Hoe makkelijk is de nieuwe N18 eigenlijk te bereiken? En Museum Hengelo op zoek naar de verhalen achter foto's. De redactie van het blad Hengelo Toen en Nu, die zorgen ook dat daar dus de verhalen in komen die we bijvoorbeeld binnenkrijgen via de foto's. Goedenavond. Een grote brand vannacht in Hengelo bij het bedrijf B-Cars aan de Smaragdstraat. Daarbij kwam veel rook en vuur vrij. Ook een bedrijf naast het autobedrijf liep veel rookschade op. De brandweer had eerst grote moeite om bij de brand te komen. Uiteindelijk lukte het om het vuur te blussen en werd een hennepkwekerij ontdekt. Hij is nu ruim 4 maanden open, de nieuwe N18. Door de nieuwe weg is Enschede veel makkelijker en sneller bereikbaar vanuit de Achterhoek. Maar hoe kom je op de nieuwe N18? Dat is nog wel een hele opgave. Verslaggever Wilco Lauwers nam de proef op de som. Ik rij nu op de nieuwe N18 richting de Achterhoek. Nou, het is prachtig, want je kunt 100 rijden. Je hoeft niet meer op dat ene baantje 80 te rijden achter vrachtwagens. En als je wil, dan kun je zelfs inhalen. Tweebaans weg tot Haaksbergen. Nu is die nieuwe N18 natuurlijk een mooie ontwikkeling, want je bent een stukje sneller in Groenlo of in Lichtenvoorde of juist andersom naar Enschede. Maar dan moet je Enschede wel kunnen vinden. En het schijnt zo te zijn dat in Haaksbergen en Eibergen maar heel slecht staat aangegeven hoe je nou in Enschede gaat komen via die nieuwe N18. Op de oude borden staat Enschede doorgestreept, maar de nieuwe borden, nou, we gaan even een kijkje nemen of het echt zo is. Ja, ik rij nu midden in Eibergen en we gaan dus de proef op de som nemen of ik kan vinden hoe ik naar Enschede kom. Ja, en ik zie dus de borden. Enschede is eigenlijk, de oude route is rechtsaf. Maar ik zou eigenlijk links moeten hier. Dat is de nieuwe N18. Er staat ook Winterswijk, Doetinchem, Groenlo. Maar Enschede staat ook daar niet aangegeven. Dus als je vanuit Eibergen weg wil richting Enschede, dan... Weet je, als jij niet bekend bent en geen tomtom hebt, weet je niet welke kant je op moet. Om te laten zien dat het geen toeval is, dat het maar bij één kruispunt het geval is in Eibergen, dat je niet kunt vinden waar Enschede is, rijden we nu even een stukje verder naar een ander kruispunt. En ook hier hetzelfde verhaal, je ziet de borden Haaksbergen, Neder. En normaal had daar Enschede onder gestaan, nu niet. En aan de rechterkant zie ik Vrede, Groenlo, Winterswijk, Doetinchem, allemaal aangegeven. Maar niet de nieuwe N18, niet Enschede. En zelfs hier, we komen nu heel dichtbij de nieuwe N18, staat nog niks weergegeven van Enschede. Je moet dus echt hier de weg weten. En nu voor het eerst op de nieuwe borden zien we Enschede staan. En ja, nu rijden we praktisch al de nieuwe N18 op. Dus dat is het eerste bord wat aangeeft waar Enschede is. Nu de hitte achter de rug is, komt het gevaar voor schaapherders vanuit een heel andere hoek. De wolf rukt steeds meer op in Nederland. De schapen van José Dood uit Bonnebroek grazen in de Engbertsdijksvenen bij Sipkelo en Kloosterhaar. Zij neemt alvast maatregelen tegen de wolf. De grote stille heide, waar het ook nog wel eens een wolf rond. Hoe gaan jullie daarmee om? Onze grote vriend. tweespalt. Eigenlijk, het is een geweldig dier. Dus dat hij terugkomt, dat kan heel mooi zijn. Maar voor je schapenhouders of herders, is het toch wel een hoofdpijndossier. En we gaan zien wat dat brengt. Ondertussen proberen we wel de maatregelen te nemen dat je zoveel mogelijk je rasten voor elkaar hebt in het veld. En sommige herders overwegen om van die kuddehonden te kopen ter preventie of afschrikken. Of je bouwt degelijk omheiningen. Maar hoe het precies gaat, tijd zal het leren. Maar tot nu toe is een beetje de voorspelling dat het... voor schapenhouders een beetje ellende brengt. Yeah. Maar als je schapen kapot hebt of die sterven of een dierenarts moet ze een spuitje geven, dan ben je er nog niet. Dan heb je wel niet alleen kosten, maar ook ellende. Maar je merkt het ook aan de dieren verderop in het jaar.
je hebt de onrustige dieren. Het kan zijn dat ze verwerpen. Mochten ze drachtig zijn, je hebt er gewoon ellende van. Ja. Het houdt niet op bij dat ene moment. Nee. Museum Hengelo heeft heel veel foto's in het archief waar geen verdere informatie bij zit. Het museum zoekt nu vrijwilligers die meehelpen uit te zoeken wie er op de foto's staan en waar ze zijn genomen. Nou, dit is het Museum Hengelo. Aan de Beekstraat. En waar we hier zijn, is de speurneuzen. En speurneuzen zijn we 5 jaar geleden mee begonnen. En dat zijn de zoekplaatjes uit het fotoarchief. Dus waar onvoldoende gegevens zijn als wie, wat, waar, wanneer of waarom. En wij doen dat elke tweede vrijdag in de maand van 1 uur tot 4 uur. Nou, zoals u nou ook ziet komen daar veel mensen op af. Soms wel 50 op een middag. En tussendoor ga ik ook naar locaties in Hengelo. Zoals bij het Wolde of Humanitas of in een buurthuis. Een zorgcentrum, borsthuis, het Hof. En daar kunnen mensen ook aan ons vragen om te komen. Nou, wat het leuke is van speurneuzen is dat we en heel veel gegevens binnenkrijgen. Wat natuurlijk waardevol is voor een museumarchief. Maar er komen ook heel veel verhalen binnen bij ons museum. En een van de doelstellingen van het Museum Hengelo is dat er aan de spullen die we hebben, zoals ook foto's, we willen graag daar de verhalen bij hebben. Dus de redactie van het blad Hengelo Toen en Nu, die zorgen ook dat daar dus de verhalen in komen die we bijvoorbeeld binnenkrijgen via de foto's. En elke tweede vrijdag van de maand worden er foto's bekeken. De volgende bijeenkomst is op 14 september. Een nieuwe nummer 1 in de zomerse 50 van 1Twente. Dura van Daddy Yankee knalt dit jaar de lijst binnen op de hoogste positie en is daarmee dus de populairste zomerhit. Summer of 69 van Bryan Adams staat op de tweede plaats. En de Lambada van Kaoma maakt de top 3 compleet. In de zomerse 50 staan de 50 populairste zomerhits ooit gemaakt. In de lijst van dit jaar maar liefst 8 nummers uit 2018. De tropische zomer heeft dus voor veel hits gezorgd. De hele lijst is vrijdagmiddag van 12 tot 4 te horen op 1Twente Radio. En op tv is vrijdagavond een special te zien. En tot zover het nieuws van vandaag. Hierna het veld op met daarin een samenvatting van de oefenwedstrijd die FC Twente vrijdagavond speelde tegen Al-Tawoun. Nu nog het weerbericht. Nog een hele fijne avond. Vanavond en ook vannacht blijft het regenen. Ook morgen nog buien, maar wel minder dan vandaag. Het wordt dan zo'n 24 graden. Vanaf woensdag is het droger met meer zon en de temperatuur gaat dan ook weer omhoog.